Het is de laatste week van Rutte 3, want volgende week hebben we een nieuw kabinet. Rutte 4, met nieuw elan en prachtige ambities voor de toekomst. De hele wereld moet straks jaloers naar Nederland kijken over onze klimaatoplossingen. Hoe hebben we dat gedaan? De woningmarkt, die moet van het slot. En mensen die denken dat de politiek er niet meer voor hen is, die moeten weer gaan voelen dat de politiek er dus wel voor hen is. Prachtige, plechtige belofte van premier Rutte. Maar er is iets geks, want dit lijken de beloften van Rutte 4. Maar ze zijn al eerder gedaan. Bij Rutte 3. Het is een déjà vu wie de regeringsverklaring van het nog zittende kabinet Rutte 3 leest van vier jaar geleden. Maar wat zegt dat? Is de politiek dan nog wel in staat om dit soort grote problemen op te lossen? In een tijd van grote woorden en grote veranderingen? In een tijd dat ieder daadkrachtig besluit een compromis nodig heeft. En leiders, politieke leiders, angstvallig achteromkijken of hun achterban hun nog wel is gevolgd. In een tijd van versnippering met zoveel electorale concurrenten. Je ziet het nu al morgelen bij CDA en VVD. Want heeft Kaag en heeft D66 niet veel te veel binnengehaald bij dit kabinet? De eerste zeteltjes verdampen al in de peilingen. Maar dat is ook logisch. Want het gezag wat vroeger vanzelfsprekend bij leiders lag... bij politici en ook bij ons als media... is steeds meer minder, moet ik eigenlijk zeggen, vanzelfsprekend. Het is steeds meer verschoven naar de burger zelf, naar u... naar wij allemaal, naar de publieke opinie. Misschien zit daar ook wel de crux... Als we willen dat we over een paar jaar niet weer... met onvervulde grote ambities staan, onvervulde grote beloften... misschien moeten wij dan ook de ruimte geven aan die politici... en over onze eigen schaduw bereid zijn om daar overheen te springen. Want anders rest die politici ook weinig ruimte. Pim Fortuyn zei het twintig jaar geleden misschien wel het scherpst... Hij sprong op het podium voor het eerst toen hij lijsttrekker werd van Leefbaar Nederland en zei er is een ongekende tijd van democratisering die eraan komt. Daarom sloot hij ook af met de tekst at your service, tot uw dienst. Misschien ligt de nieuwe bestuurscultuur dan ook wel een beetje het succes daarvan in onze handen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app. Download hem nu.